Vanmiddag is er een ongeval gebeurd in Nieuwe-Pekela. Kunt u vertellen wat er gebeurd is? Een 7-jarig jongetje wilde voorbij de vrachtauto rijden met zijn fiets. Op datzelfde moment ging een vrachtwagenchauffeur met zijn vrachtauto rijden. Stapvoets reed hij weg. En op dat moment is het jongetje op zijn fiets tegen de vrachtauto gereden, te val gekomen en heeft de vrachtauto het jongetje overreden. Kunt u iets meer vertellen over de aard van de verwondingen? Het jongetje is zwaar gewond geraakt aan zijn benen. Is ter plekke door een arts van het mobiel medisch team behandeld, gestabiliseerd en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Nu gebeuren er vaker ongevallen tussen fietsers en vrachtwagens. Heel vaak is er nog sprake van dat de fietser zich bevond in de dode hoek van de spiegel van de vrachtwagen. Was dit hier ook het geval? Ja, of de dode hoek in dit geval een rol heeft gespeeld, dat moet uit het onderzoek blijken. De medewerkers van verkeersongevallenanalyse die zullen daar heel nadrukkelijk naar kijken. Die zullen ook veel meer meenemen in dit onderzoek. Als het onderzoek is afgerond, pas dan kunnen we daar een conclusie over trekken. Oké, bedankt.